Hey allemaal, we zijn vanavond naar After geweest. Yep. Een jongeren liefdesfilm wat op dit moment draait. En het was ook duidelijk te merken, de hele zaal zat vol met giechelende jonge dames. Ja, allemaal tiener meisje. En er waren twee van een mannelijk geslacht, waaronder ik zelf had er in en nog een jonge man recht voor mijn neus. En de rest waren allemaal meisjes, CQ, vrouwen. En dat was het ook de film, naar Mea. Ja, dat was super... Korte plot. Cheesy film, ja. Korte plot. Korte plot. Meisje gaat naar de universiteit. Heeft thuis een boyfriend die op de middelbare school zit nog. Ontmoet daar zo een andere jongen die veel spannender is natuurlijk. Veel spannender. Veel allemaal spannender, ja, precies. En zij krijgen een relatie. Ze moeten uitmaken met de boyfriend. En moeder komt erachter. Gedoe en zo. En uiteindelijk komt het allemaal goed. Plot. 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 Ja, echt zo'n romantische film. Plot. Ja. Er is een achtervolging. Daar zit er niet op. Maar waar niet uit. Oké, wat vond ik ervan? Het is omdat we vanavond niks te doen hadden. Daarom zijn we hier naartoe gegaan. Maar zal het is ik niet deze... omdat we het echt wilden. Nee, absoluut niet. Dit zijn niet de films waar wij warm voor draaien, denk ik. Nee. Ik wil wel altijd alle films gezien hebben. Ja, nou, dus ik heb er een aantal hier niet gezien. Ik vind het wel leuk dat ik geweest ben, maar... Ik heb hier een aantal niet gezien, dus dat maakt niet uit. Dit soort films slaan we eigenlijk grotendeels over. We zijn nu toch geweest. Aardige plot. Een beetje spannend, want ze hadden gezegd dat dit de 50 Shades of Grey voor jongeren was. Nou, dat viel eigenlijk wel reuze mee. Ik heb net Guinevere gesproken en die zei, ja, waar denk je dan dat verhaal over gaat? Dat is dus ook zoiets, ze veranderen van plaats, worden verliefd op degene die daar zo spannend is. En daar gaat het eigenlijk over. Ja, en dat is dit eigenlijk ook. Dus dit eigenlijk ook. Wat dat betreft lijkt het er wel op, maar goed. Oké, goed, ik heb 50 Shades of Grey nooit gezien, gelukkig. Nee, goed. En het boek ook nooit gelezen, ik heb wel andere boeken te lezen. Maar ja. Spannende boeken. Het is voor de jongeren. Jonge meisjes is dit vermakelijk. En als je net verkering hebt, lijkt me dit ook vermakelijk. Kun je lekker wegzwijmelen bij elkaar. Bij zo'n romantische film. maar hier kom ik mijn bed echt niet vooruit. Ik geef hem een 5. Want ik vond hem beter dan gisteren De Boot. Oh ja, dat is waar. Wat dat betreft. Ik denk de beelden waren mooi. Het acteerwerk was goed. Goed gecast ook, vind ik. Het verhaal was toch wel redelijk oké van. Ik denk dat ik hem toch wel een 7 geef. Mooi. Ja. Zeker voor jonge mensen. Jonge vrouwen meisjes. Kijken daar toch anders naar dan bij mannen. Ja. Ja. Maar goed. Ja. Ik een 5. Maar jij geeft een 7. Samen een 6. Samen een 6. Gaan vooral kijken als je van dit soort publiek en dit soort films houdt. Yep. Doei. Doei.